Hey! Leuk dat jullie er zijn! Ja! Yeah. Max en ik moeten vandaag proberen te ontsnappen. En we gaan kijken hoe dat gaat. Waarschijnlijk gaat het helemaal mis. Veel plezier! Wederom zitten wij dus vast in de gevangenis. Robin, ik weet niet hoe wij het altijd voor elkaar krijgen, maar hoe vaak we ook ontsnappen, elke keer zitten we weer vast. Ja, ben je er klaar voor? Vraag je het nou aan mij? Ja. Well. Ja, ik ben er klaar voor. Maar voordat ik er klaar voor ben jij er klaar voor? Tja, mijn editor heeft weer een nieuwe keer gevonden op weet ik van welke site die al deze keers vandaan haalt, maar... Wow, ik zou zeggen een keer gaan die keer gewoon op, maar... Nee. En jongens, abonneer zeker even, like even. We gaan voor 3000 likes. Robin, heb je nog wat te zeggen? Ja. Wat dan? Nee, dat was het. Oh, gewoon ja. Oké, okay, nou begin maar. Boom. Hey, escape the prison. A simple map made by Rogar. Oké, we zitten Yay. In een... Dit is een privacy hole. Ik wil graag even een beetje privacy terwijl ik hier zit. Oh, mag nee. ik erbij? Nee, privacy! Ah, Oké. Game of Adventure, thanks. Dat hebben we. Oh nee, dat hebben we niet. Dat heb ik nu wel. Alright, wat ben je aan het doen daar? Ben je poepen of zo? Ja, sorry. Yeah. Nee, geef me even wat privacy. Ga maar even poepen. Hi! Hello, prisoner. I already know what you're thinking. Ik weet al wat je denkt. Huh? 1. Hoe moet ik ontsnappen? 2. Waarom is deze prison leeg? 3. Waarom voelt het alsof tijd... Why does it feel like time has been flipped? Waarom is het alsof tijd ondersteboven is? En vergeet niet, blijf hydrated. Kunnen we drinken dan of zo? Nou, ik denk dat we hiermee zo kunnen doen. En dan kunnen we zo doen. En dan kunnen we een bucket. En dan hangt ze flat. En dan gebeurt er helemaal niks. Hey! Stil is? Oh, er gebeurt hier achter iets. Misschien onder het bed. Kijk, wacht. Erop, hè? Ja. Kijk. Hallo. Huh? Oh. Wat gebeurt hier? Kunnen we de klok eruit halen? Misschien moet het nacht worden. Het ik ga slapen. Time flip dat kan niet. Down. Oh! Ik snap omdat de tijd up... Kijk, dat heb ik goed opgelost, hè? Want er stond natuurlijk in het boekje... Why does it feel like time has been flipped upside down? Dus er moest de tijd andersom. Dus ik heb een secret tunnel key. Dat heb ik gedaan. Ik heb brood. Ik heb rotte steak. En ik heb goed job. Hey! Goed gedaan. Ik weet niet wat er gebeurde. Je hebt daadwerkelijk gewoon mijn geheime clue, mijn geheime hint heb je gewoon opgepakt en begrepen. En nu heb je een secret stash gevonden. Good luck. Nou, prima. We hebben een secret tunnelje. Die kan geplaatst worden om cracked polished blackstone bricks. Dus hier ergens, ergens. Daarboven. Is... Waar? Ah, ja. Ga maar over. Hey! Dankjewel voor het kijken naar deze video. We zijn ontsnapt. Dat zou het zijn als dit het gewoon was. Maximum security. Nou, ik zie helemaal niemand. Ik wou het zeggen, er is letterlijk niemand. Het is echt kist, ik heb een crowbar. Waarom heb je een crowbar? Wat moet je nou met een crowbar? Hier verder is niks. Ik heb een achievement. Wat moet je met een crowbar? Wat kan je met die crowbar? Slaan. Nee, wat staat er dat je ermee kan? Niks. Helemaal niks. Ook niet als je er overheen hoffert met je muis. Nee. Staat helemaal niks. Staat niet can break. Nee. Kan je dit breken? Nee. Hier, dit dan. Dit hout. Nee. Hé, hey, kist. Ladders. Ah, kijk, die kunnen hierop. Hoppakee. Ontsnappen! Yeah! Wow! Oh, nee, een village! Yay! Oh, nog een kist, wacht. Oeps. Wat is dit? Sorry, maar je kan niet ontsnappen vanuit deze tuin. Vind de crowbar hidden in the yard and use it to access the sewer system. And damn, this land is flat. Anyways, you will have to escape, oké? Okay? We moeten een andere locatie gebruiken. Oh mijn god, echt waar. Door de main prison moeten we gaan. Recommend. Hij gast, die kan echt gewoon alle redstones zien. High Optifine users. Wat ontzettend leuk dit. Kijk, staat daar een bordje. Als ik erop instem, staat er... High Optifine users. Oh, dat vind ik leuk bedacht. Oké, okay, maar via de main. Wat is de main? Hier misschien? Privacy hole. Ja, dat moet toch wel. Kan je daar waarom hebben we anders een privacy hole? Maar ik kan niet met die crowbar. Kan je dit ding breken? Hier. Via de sewers. Nee, want ik zit in adventure modus. Ga er eens in met het ding. En nu kan je om je heen hakken. Recht hem uit. Nee, ik kan niet hakken. Je kan wel kakken. Hé. Hey. Oh, ja, je hebt het gedaan. Goed zo. Ik zei het toch? Wat moest je doen? Gooien. Ik zei het toch, ik ben een goede YouTuber. Ik ook. Oké, nu zijn we aangekomen in de sewers. Riool. Gadverdamme, wat een... Hallo? Huh? En nu? Heb je een... Oh. Ah, het was de trapdoor. Ah, we zitten in een andere cel. Dat meen je. Ja, nee, dat is lekker. Oh, mijn god. Wat kunnen we hier doen dan? Er is hier helemaal geen ene scheid. Kop met rotten meat. Even denken. Misschien dat we nog even verder kunnen in de sewers. Of is dit alles gewoon? Nou, er is niet meer. Er is niet meer in de sewers. Ik denk dat we dat achter ons kunnen laten. Oké, maar wat stond er allemaal in dat boekje? I don't know. Ja, via de sewers, zei hij. En dan recommend de main prism. En dan voor de rest hebben we niks. Poef!
Wauw! Ik kom zo uit de lucht vallen. Net als al die abonnees tegenwoordig. En jij hoort daar ook bij, dus abonneer zeker even als je meer van dit wilt zien. En dan, ja, ga ik weer naar boven, want daar moest ik eigenlijk wel zijn. Dus, daar! Hey, ga weg. Dit hoort er niet bij. Ik heb ook geen items meer. Heb jij nog items dan? Ja, potion is potato. Stale bread. Oh, en op dat brood staat 192020. Staat erop. Dat 192020. In het brood geschreven of... Ja, in het brood gegraveerd. Oké. Laten we de kist leeg halen. Misschien is dat iets. Zo, hij is leeg. Ik heb cobwebs en nog meer rotten meat. Het is ook een klein stelletje. Dit is een breinkrakertje. Dit is een kleine breinkraker. Ja, dit is een breinkraker. Wat gaan we hier doen? Ha! Wat? Wat is er? Ik word paranoïde, denk ik. Maar dan? Nou, er zit hier wel een knop. En ineens zit hier een hendel. Huh? Nee, die zat er net nog niet. Nee, maar door deze knop wel, denk ik. Oh, mijn god, die zag je niet. Nee. Oh, en die hendel kwam daardoor tevoorschijn, zeker? Ja, nou kijk, toen ik op dit ding... Toen kwam er een hendel. Zo, shit. Huh? Oh, dat is toch jammer. Nou, maakt niet uit. We hebben in ieder geval gevonden waar we kwamen. Nou, oh, maar deze, wat gaan we hier? Moeten we naar elke cel gaan controleren? Of wat is dit? Ik denk het wel. Cool. Ja, we missen hier een ladder ook... om hier omhoog te gaan. Hier zit ook alleen maar rotte fles in. Dus hier ook. Een ladder nodig. En dit is helemaal kapot hier. Laten we in ieder geval elk kamertje inderdaad even checken. Rotte meat en zo. Ja, maar ik kan me wel, wat ik net zag, was dat een cobweb. Die had een hint gegeven. Dus misschien dat dat weer gaat gebeuren. Oh nee, echt? Ja. Dus moet je even elke cobweb moet je checken. Gewoon eruit halen. En als er eentje overblijft, dan betekent dat die anders is dan de rest. Hé, hey, hieronder zit de kist. Ik heb iets gevonden. Een secret chest. Ja. Polish blackstone brick. Maybe playstone, mossy stone. Ah. Ah. Tonk. Hij is weg. Oh. Oh, nu is er. Oh. Dat was gek. Oh, maar deze, dan moeten we nog hoger. Nog meer cellen. Zoeken. Ja. Hé, hey, een ladder. Ik heb gelijk een ladder gevonden. Wauw. Die mag dan. Hey, ik zie daar een kist. Maar. Oh, pak hem. Pak hem. Ga ervoor. Ridden. En wat zat erin? Een axe. En wat kan je ermee hakken? Campfire. Nou, die hebben we nog niet gevonden. Laten we dan hier. Kijk, toenk. Huh, die kan ik hier niet op plaatsen. Basalt. Dit is toch basalt? Of niet? Nee. Er zit geen basalt. Er is polished basalt. Oh, maar deze. Dus die kan niet hier. Hé! Hey, er zit een trapdoor hier. Oh, dat is met die but. Laat maar. Dat is met die kist. Hier gaat iets mis. Wat dan? Huh? Waarom zijn je zoveel? Huh? Oké. Well, that's weird. Dus hier moeten we naar binnen zien te komen. En ik denk het wel. Misschien via een button in de kamer ernaast weer. Kijk, dat is sowieso wat er gaande is, Robin. Ik kom hier vaker. Ik woon hier. Dit is mijn gevangenis. Ja, nee, echt. Dus hiernaast zit een button ergens waarmee we dit oplossen. Ik denk het niet. Nee? Nee, ik denk het ook eigenlijk niet. Empty me out. Oké. Er is hier allemaal steek. Dat heet empty me out. Oh, er ligt wat open. Waar? Ik heb wel wat gevonden. Wat ging er open? Wat hoorde je open gaan? Een pistendeur. Doe er eens weer iets wat in. Ja, het was... Ja, oké, wacht. Hij heette empty me out, dus... Ja, daarom. Misschien dat hij nu deze doet. Nee, dat was hier volgens mij. Nee, niet. Dat was deze. Hier, deze heette empty me out. Ik heb er weer wat ingedaan. Oh, wacht. Nog een keer? Nog een keer, oké. Eén, de tweeën. Hoor je iets veranderen? Ja. Nog een keer. Wacht. Oh, hier. Gevonden. Hey, deze mag wel polished. Hi, staat er ook echt. Hier, hallo. Hi. Oké, dan kan ik deze ladder kan ik hier plaatsen. En dan kunnen we verder omhoog. Jongens, we zijn gewoon super slim. Jongens, we zijn gewoon super slim. Niks aan de hand. Reageer dan ook even onder deze video. Appelbananenkoekje. Robin is een... Plopkoek. Een plopkoek. Dat moet je reageren. Hey, hier is een luchtventilatiesysteem. Ik heb een ladder. Ik heb een boekje. Ja, dat geloof ik niet. Oké. Ik heb een boekje. Hey, ik ben er weer. Als je dit aan het lezen bent, dan 1. Heb je mijn cel gevonden? 2. Je bent escaped van de main cell, maar niet vanuit de prison in het algemeen. En 3. Je bent nog steeds aan het afvragen wie ik ben en waarom deze gevangenis leeg is. Nou, anyways. Ja. Hij heeft de enige cel met een ventilatieschacht erin. How convenient. Toevallig. Je hebt de extra ladder die ik heb gekregen nodig. En de schroevendraaier om de vent te openen. Dus dat betekent dat ik hier... Kijk, Robijn. Hier kan de ladder waar jij nu staat. Dan kunnen we zo, maar... Ah, jij hebt ook nog een ladder gevonden. Ja, want maar dat geloof jij niet. Nee, dat geloof ik niet. Nu hebben we nog een schroevendraaier nodig. En die is denk ik bij de... Campfires. Campfires, ja. Heb je alle open deurtjes al gecheckt? Ja. En ook gelezen wat voor tekst er allemaal staat? Volgens mij wel. Oh, weet je wat ik sowieso denk? Ik ben echt een geniaal persoon. Holy shit. Sowieso kan je via hier door het water naar beneden. Ja. Dit is niet zo. Hey, wacht eens even, Robin. Ik zie daar een heel raar inkepingje. Wat ik niet bij andere plekken zie. Het kan per ongeluk zijn gegaan. Maar het kan ook niet per ongeluk. Hierboven zie je dit. Oh ja. Hoezo is dat? Waarom zit daar... Oh, een button! Ik zie hem! Oh, wat een nare plek. Daar. Oh. Zie je hem? Oh, wat een ontzettend nare plek. Ja, en nu? Wat is er nou gebeurd? Ja, misschien dat hij deze nu open kan. Ja!
Oh, wat een vervelende plek voor een knopje. Nou, jij kan hier als het goed is je dingetjes hakken. Ook al zie ik nu al een lever gewoon, die ik over kan halen. Maar, hak jij de campfires? Ja! En dat zit in. Wat is dit? Dit is de schroevendraaier. Wel een hele gekke schroevendraaier. Overgehaald. Vind ik wel een beetje gekke schroevendraaier dit. Ik had hem overgehaald al. Oh, die handle. Ik weer. Dus wat is nou de goeie? Geen idee. Nou, daar komen we later wachten. Gast, die button. Was slim dat ze dat erbij gedaan hebben, dat je die button misschien ziet. Nou ja, blijkbaar dus de hele tijd niet. Tot en met nu. Hoppakee. Zo. Hoppa, we gaan! En dan hier. Oh. Zo. Oh. Oh. Ja. En dan zo. Ja, kom maar. Ja, goed zo. Oh, oh, dat is teamwork. Kijk, en dan nu zitten we gewoon in de ventilatieschacht. En dan gaan we ontsnappen, want ik kan dit allemaal weghakken. Hier. Ik voel me net James Bond. Oh, zou het de bedoeling zijn geweest dat ik dit heb gehakt? Oh, Max. Moeten we al lopen. A few moments later. Ja, en dan zul je zien dat we nu... Oh. Nee, ga je naar beneden. Geen zorgen. Ja, dat... En dan nu? Waar zijn we? Oh, mijn god, wat is dit nou weer? We zijn in een soort geheime control room terechtgekomen. Oh ja. Wat doet een hendeltje? Helemaal niks. Wat... Huh? Oh. Er veranderde iets. Ik denk dat we een combinatie moeten doen. Huh? Waar zijn we? Oh, god. Oh, god, je kan je volgens mij gewoon overheen lopen. Ja, ik wou net zeggen. Hoe zou je hier in de lava vallen? Dat meen je Oh, maar deze. Huh, wat is dit ineens allemaal? Ik snap daar helemaal geen... Het was toch een gevangenis? En nu elke zijn we... van. Waar zijn we terechtgekomen? Wat heb je allemaal voor items? Te veel. Wat doe je? Wacht even. Wat heb je? Je moet er samen uitkomen, Robin. Ik heb... ja, wat heb ik? Leg het eens in de kist dat je hebt gepakt. Heb je nog die items? Ja. Ja, niet alles. Wat dan? Een ladder had jij al. Ja, een ladder had ik al. Dat kunnen we nog meer maken. Oh, wauw. Wat? Oh, maar deze. Een boot natuurlijk. En dan... Oh, wauw. Good look up. Huh? Oh, Robin! Oh. Robin! Nee! Waar was het dan? Oh. Oh. Wat is dit? Wake up. Wake up. Huh? Oh! The true prison was your mind. The end. Wauw, Robin, lekker wazer. Ik ben dit nog eventjes een plaatje aan het geven. Oeh, de echte gevangenis was je eigen gedachte. En jongens, als jij nou ook altijd al vastzit in je eigen gedachten, moet je even een duimpje omhoog doen. En als we het nu toch over jouw gedachten hebben, reageer dan eventjes wat je van opa Toos's Minecraft skin vindt van Robin, want ik vind hem echt heel stom. En dan voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Kijk zeker ook deze video, want dit is echt een bizar mooie video als ik het zo zie. Echt waar. Als je deze leuk vond, vind je deze ook vast leuk. En nu spreken we later. Glaasje water.